Vice-president Ronnie Brunswijk is van oordeel dat de militairen die op het kabinet van de president tot laat werken toch in aanmerking moeten komen voor de 50% kabinetstoelage. Deze week werd bekend dat in het kader van bezuinigingen op overheidsuitgaven de president de toelage van meer dan 1000 werknemers op het kabinet heeft stopgezet. Alhoewel dit vraagstuk een aangelegenheid van het staatshoofd is, heeft vicepresident Brunswijk gesprekken hierover gevoerd met president Chandrika Prasad Santokhi. Wanneer mensen bijvoorbeeld, de president blijft tot 's avonds laat, soms tot 4 uur in de ochtend. En die mensen die ook moeten blijven om het werk te doen, ik vind dat die recht heeft op inderdaad nog een vergoeding. Of het een overuur of hoe je dat wilt noemen. Maar niet dat je een hele kabinet gaat meenemen die niet ook doorwerkt. Maar wat is gaan gebeuren dat tijdens de Bouterse was er een regeling dat gekeken wordt dat als je overuur betaalt, dat je misschien meer gaat betalen. Dat betekent dat die mensen die doorwerken tot in de ochtenduren, dat die nog 50% op hun salaris krijgt. En op een gegeven moment is iedereen dan van het hele kabinet meegenomen. Maar niet iedereen werkt door. Ik ben er eens dat die mensen die doorwerken, inderdaad een vergoeding krijgen. Dus u gaat het wel bespreken met de president? We hebben het al besproken. Naast het bevriezen van de kabinetstoelagen zijn ook de toelagen van militairen stopgezet. Nadat bekend werd dat deze maatregel is doorgevoerd, is in de media verschenen dat militairen overwegen om de staat voor het gerecht te slepen. In het parlement heeft president Chandrika Prasad Santokhi duidelijk gemaakt dat deze maatregelen op alle ministeries doorgevoerd worden. Ten aanzien van de inhouding van de voorzieningen van militairen gaf het staatshoofd aan voor wie de maatregel geldt. Ik ga dat uitleggen en ik zie allerlei vragen hier zo komen. Toelagen van militairen zijn afgeschaft. Meneer voorzitter, niks is minder waar. Geen enkel toelage van geen enkel militair is teruggebracht. Wat de minister van Defensie gedaan heeft, is dat er een besluit is geweest van het bevoegd gezag, waarin duidelijk stond dat alle bevelhebbers, alle gewezen bevelhebbers, een ministersalaris moeten krijgen met nog een 50% toelage erop, met transportmiddelen, met gratis telefoon. Moeten we dat toestaan, meneer de voorzitter? En dan vragen we namelijk, daar moet er onmiddellijk ingegrepen worden, omdat dit niet kan. En daar is het, het gaat om een kleine groep van personen die thuis zitten en zoveel faciliteiten hebben, terwijl wij geen geld hebben om salarissen van ambtenaren te betalen, meneer de voorzitter. Dus president, ik onderbreek u niet graag, maar voor mijn eigen oriëntatie. Dus het betreft niet die militairen, die jongens van DNV en... Ik kom daarop terug. Dank u wel. Nu omdat hier gepresenteerd wordt militairen, dan moet ik dat alvast presenteren. Voor alle duidelijkheid heeft president Santokhi in DNA aangegeven dat het inhouden van onder andere de 50% kabinetstoelage het land op maandbasis 2,5 miljoen bespaart. Deze maatregel geldt niet voor iedereen. Voorzitter, als ik daar een advies krijg van de commissie, presidentiële commissie, namelijk dat mensen op het kabinet van de president, sowieso krijgen ze meer salaris. Meer salaris dan overige ministeries. En daarop nog een 50% extra salaris, voorzitter. Bijna 1000 mensen, want zoveel mensen zijn in dienst genomen. Meer dan 1000 mensen. En dat ding drukt zwaar op ons budget. En ik moet bezuinigen. En als ik daar snij en ik kan meer dan 2 miljoen op jaarbasis bezuinigen, voorzitter, moet ik dat niet doen, voorzitter? En dan zeg ik ja, er zijn groepen die ook slachtoffer worden. Militairen die werken bij DNV, die misschien inderdaad in het kader van overuren dat kregen. Maar voorzitter, dat kan makkelijk geïdentificeerd worden. Dat is groep 1, groep 2, groep 3. Dat zijn een paar tientallen mensen. Maar duizenden mensen, voorzitter, 50% toelage krijgen, niet onder mijn leiding.